Er wordt ontzettend veel over Waterloo en Napoleon geschreven. Maar we vonden het toch leuk om hier wat te organiseren. Want uiteindelijk is het de uitbreiding van het paleis hebben we aan te danken. En we hebben de naald eraan te danken. Dus het is heel wat. En een unieke samenwerking, begrijp ik? Ja. Ja, we zoeken elkaar natuurlijk al vaker op. Alleen het is echt voor het eerst dat we gezamenlijk optrekken. En echt twee evenementen eigenlijk zo goed kunnen laten samenkomen. Dat, dat we eigenlijk ondanks het weer toch een hele mooie dag verwachten. Stichting Oud Oranje, dat is eigenlijk de club die het best in Nederland de historische figuren kan vertalen. Die hebben prachtige kostuums en die kruipen echt in de rol van vroeger. En die zijn eigenlijk altijd vanaf al jaren heel erg gecharmeerd van de landschapstuin die wij achter het paleis hebben met name. Dus zij zullen eigenlijk het verhaal van 200 jaar Koninkrijk gaan vertellen door de tuin heen. Als een soort klein défilé gecombineerd met een hele wandeling door de tuin. Al wandelend door de mooie tuin ontmoet je de belangrijkste figuren van 200 jaar Koninkrijk. Napoleon, de koning van Holland en haar majesteit koningin Hortense van Holland. Zij is de gravin Maria Valeska, een hooggeboren vrouw en de minnares van Napoleon. Ondertussen ziet u daar zijn majesteit keizer Napoleon III der Fransen, de kovorst van Andorra en zijn echtgenote, haar majesteit keizerin Eugenie der Fransen, de negende gravin van Theba. Arthur Wellesley, de prins van Waterloo en de hertog van Wellington. Deze man is de overwinnaar van Napoleon. Zijn majesteit King George III van Groot-Brittannië en Ierland. Haar majesteit koningin Charlotte van Groot-Brittannië en Ierland. Nee, hertogin van Mecklenburg-Strelitz. Deze koning was een beetje vergeetachtig en gedroeg zich nogal bijzonder. Vandaar dat zijn zoon, de Prince of Wales, jaren regent voor hem is geweest. Zijn koninklijke hoogheid, George, de Prince of Wales. Haar koninklijke hoogheid, Carolina, prinses van Wales, nee, de hertogin van Brunswijk.
En ik stel u voor aan zijn majesteit koning Frederik Willem III, de vorst van Neuchâtel. En hare majesteit koningin Louise van Pruisen, neerhertogin van Mecklenburg. Zijn doorluchtige hoogheid, generaal Gerbhard Leverecht, vorst van Blücher en Waalstaat. Kijken lopen. Vanuit Oostenrijk hebben wij uitgenodigd haar majesteit Maria Theresia, keizerin weduwe van het Heilig Rooms Rijk, bij de gratie gods, koningin van Hongarije, Bohemen, etc., etc. We maken voorts kennis met haar kleinzoon, zijne majesteit, keizer Frans van Oostenrijk, koning van Hongarije en Bohemen, hier getoond in het orde van de gevulden vlies. Zijn dame heet ook Maria Theresia en zij is de prinses van beide Siciliën. Hare majesteit Tsarina Catharina de Grote aller Russen. Hare majesteit, Tsarina Gemalin, Louise alle Russen, prinses van Baden. Zijne majesteit, koning Willem I der Nederlanden. Op dit moment nog soeverein vorst en nog niet ingehuldigd als koning. En hare majesteit, koningin Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Pruisen. Haar majesteit, koningin Juliana der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld. Zijne koninklijke hoogheid, Bernhard, de prins der Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld. Zelfs toen haar koninklijke hoogheid prinses Beatrix ging trouwen, stond hij erop dat hij de prins der Nederlanden bleef.